Veel Leeuwarders kennen René Zoethout nog als de belastinginspecteur uit de bekende Mercurius-serie Klaar terwijl u wacht. Naast acteur is René ook zanger in het duo C'est la vie. En hij heeft een eigen studio waar hij werkt aan zijn eerste cd. Belastinginspecteur bij Klaar terwijl u wacht. Een legendarisch Leeuwarder programma. En laten we eerlijk zijn, wie heeft het niet gezien? En jij hebt daar toch een hele onpopulaire rol in vervuld. Vertel. Ja, zoals je zegt, ik was de belastinginspecteur met een tik. En dat was niet echt een populaire rol. Maar het paste wel heel goed in de serie. En dat heb ik te danken in dit geval aan Ronnie. Die heeft mij erin geschreven. Dus dat hebben we een aantal jaren gedaan. Dus... Maar ook in den treuren herhaald? Het is heel vaak herhaald. Maar ja, aan de ene kant is dat een goed teken natuurlijk. En de mensen die door die herhalingen zijn ze ook erg goed blijven onthouden. Je wordt er nog steeds op aangesproken en wanneer komt het weer terug. En, ja, als je dan vertelt dat de eerste aflevering in 2003 is geweest, dan zijn mensen eigenlijk verbaasd dat het alweer zo lang geleden is. Nou ja, je merkt gewoon wel dat mensen het nog steeds, dan kijken ze je wat vaag aan van is het hem nou wel of is het hem nou niet. Ja, dat heb je vaak met optredens ook wel, dan kunnen ze dat eventjes niet combineren. Maar dat gebeurt nog, ja. Je hebt een heleboel afleveringen gemaakt, maar er moeten toch een aantal anekdotes zijn blijven hangen. Vertel ons eens een hele leuke anekdote. Nou, eentje van mezelf kan ik zo eentje erin niet bedenken. Maar ja, wij moesten altijd lachen met de opnames. Er werd meer gelachen dan geacteerd. Maar eentje, dat was wel hilarisch, dat vond ik. En, dat was de opname dat Ronnie onder de ontlasting zat. Dat hij moest in een riool. En daar kon niemand bij wezen tijdens de opnames. Iedereen schoot in de lach en iedere keer. Dat is wel 10-20 keer overgegaan. Dus dat was wel een hele leuke anekdote, ja. Nou, pak dat stukje buis nog maar. Ik ben bezig. Oké. Okay. Ik ga het afwassen. Waar ging dat aan toe? Ja, jongen. Het is wat. Wat moet je nou nog meer doen? Nou, zie je even altijd nog een paar stukjes buis loszitten, dat je het allemaal in één keer kunt doen. Hé, daar komt lucht op. Ja, lucht, zeg dat wel. Maar vergeet toch niet wat? Wat dan? Zeg toch niet even een deur trekken of zo, is lekker voor de volgende die er komt. Oh, dat vergeet ik natuurlijk ook altijd, hè? Maar het allemaal eens er zo over geworden. Ja, nou, dat zal ik niet zo weten. Ik ben het. Nou, stront en strontzat. Wat kunnen we nog verwachten van Klaar terwijl u wacht? Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Ik werk mee aan de revue Mie Mooie Stad. Die komt in mei in de Harmonie weer voor de tweede keer. En het is de bedoeling om iedereen weer op het podium te krijgen. En waarschijnlijk gaat dat wel lukken. Dus... En dan kunnen we allemaal weer genieten van Klaar terwijl u wacht. Daar gaat inderdaad wat gebeuren, maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Je vormt ook nog een zangduo met je vrouw, C'est la vie. Ja, dat zolang we getrouwd zijn, dat is 20 jaar nu zo'n beetje, zolang hebben we dat duo ook al. Dus dat doen we dus al 20 jaar. Dat is het top 40 repertoire, zeg maar. En daar treden jullie samen vaak mee op? Daar gaan wij regelmatig mee weg. De ene keer hebben we het wat drukker dan de andere keer. Dat varieert helemaal in deze tijd natuurlijk. Maar ja, ik heb er nog andere bandjes bij, dus die drukte die is er toch wel. Ja, want jij speelt ook nog in andere bands. Of zing je in andere bands? Wat doe je allemaal wel niet? Ik zing nog in de zevenmansformatie, Diefstal. En ik ben toetsenist zanger bij de formatie Retro. Dat zeg ik met C'est la vie. Dan ben ik ook zanger en toetsen. En ik ga zelf nog eens af en toe een half uurtje weg met de jaren 60, 70 muziek. En dat zijn solo gedeelte, zeg maar.
ik door de straat, in de regen s'avonds laat. Ik kijk wel doelloos om je heen. Mijn gedachten gaan naar toen, en daar kan ik niks aan doen. Naar al dat mooie dat verdween. Op Zuiderplein, hotel de Klanderij, de watertoren het is voorbij. Waarom moest het nou verdwijnen? Als klein kind zat al vol van die rode frikobol. Al dat fut is doet zijn pine. Mijn mooie stad. Artiest zijn vroeger of artiest zijn nu? Ziet er volgens jou verschil in? Nou, dat vind ik dat daar een heel groot verschil in zit. Weet je, vroeger, als je wat organiseerde. En er kwam een artiest, niet eens een bekende artiest, dan werd daarover gesproken, had je de zaal vol en dat was bijzonder. En ja, nu heb je op elke hoek van de straat heb je een zanger of zangeres. En ik denk wel eens dat dan de jeu-artiest dat een beetje vanaf is. Dus zo ervaar jij dat? Ja, ik denk dat dat ook zo is. Want er zijn ontzettend veel en die zullen best allemaal kunnen zingen of misschien ook wel niet. Maar ik vind gewoon dat er wel heel erg veel zijn. Dat het te makkelijk is, dat het te makkelijk gezegd wordt van die kan zingen. Nou, laat ik het ook maar doen. Ik denk dat dat op het moment de laatste 10 jaar wel heel erg speelt. Is er nog iets in je leven wat je graag wilt bereiken? Ik ga lekker door met wat ik doe. Ik heb nooit de motivatie en de drive gehad om ik wil dit, ik wil dat. Het is allemaal op het pad gekomen. Hartstikke leuk of ik nou voor 1000 mensen sta te zingen of ik sta voor 10 mensen te zingen. Dat maakt mij niks uit. Ik zie wat op mijn pad. Die gebouwen en dingen van weleer. Met nu wat nieuws, het schijnt te horen. Maar fut is fut en dat doet zeer.